Doorgaans, beste mensen, begin ik mijn openingswoord op ledenraad met het aanstippen van de onderwerpen waar we het met elkaar over gaan hebben. Ik zet het kabinet een hak, ik zeg iets over onze eigen betere plannen. Maar vandaag begin ik anders. Er zijn namelijk onderwerpen die zich niet lenen voor dat soort mooie volzinnen, soepele bruggetjes of ronkende woorden. Onderwerpen die groter zijn dan wij in woorden, hoe mooi die woorden ook kunnen zijn, kunnen vatten. Onderwerpen die ons woedend maken, verdrietig doen zijn, verbijsteren, maar ook strijdbaar maken. Dat wat er op 22 juli in Oslo en op Utøya gebeurde, is zo'n onderwerp. En ieder woord dat wordt gewijd aan het immense verdriet dat dit drama heeft veroorzaakt, is slechts een benadering van het leed dat door al die nabestaanden en onze partijgenoten in Noorwegen wordt gevoeld. En laat ik daarom volstaan met een citaat uit een speech van Jens Stoltenberg, sociaaldemocraat, premier van Noorwegen. We zijn nog steeds geschokt door hetgeen gebeurd is, maar we zullen nooit onze waarden opgeven. Ons antwoord is meer democratie, meer openheid, meer menselijkheid, maar nooit naïviteit. Niemand zei het beter dan het meisje van de jeugdafdeling van de Arbeiderspartij dat werd geïnterviewd door CNN. Als één man zoveel haat kan opbrengen, dan kun je je alleen maar inbeelden hoeveel liefde wij samen kunnen opbrengen. Beste mensen, de stap van het drama in Noorwegen, dat we nooit zullen vergeten, naar de realiteit van vandaag, is een grote stap. Maar we maken hem samen, want we hebben veel te bespreken vandaag. Later vanmiddag, maar ik zei het al, gaat u uiteen in deelsessies om op een viertal onderwerpen met Kamerleden en Europarlementariërs van gedachten te wisselen. U gaat spreken over de Arabische lente, wel een blijde gebeurtenis, over de eurocrisis die ons allen buitengewoon bezorgd maakt, de stapelingen van de bezuinigingen die ons woedend maken en over de toekomst van arbeid. Hoe blijven we allemaal op een goede manier aan het werk? En we beginnen zo met de actuele onderwerpen. Als allereerste denk ik het AOW en pensioenakkoord. Deze week, en ik wilde daar ook van mijn kant een paar woorden over zeggen, deze week hebben wij extra voorwaarden aan dat AOW en pensioenakkoord verbonden. En minister Kamp is om. In de woorden van NRC Handelsblad, Kamp buigt. Het kabinet heeft er verstandig aan gedaan om naar onze eisen te luisteren. Door onze inzet ligt er nu een goed akkoord. Een akkoord dat aan onze eisen voldoet. Een akkoord dat mensen met een klein pensioen, mensen die heel veel lange jaren gewerkt hebben en mensen met een laag inkomen die juist willen doorwerken, ondersteunt. Een akkoord dat de solidariteit tussen jong en oud heel stevig verankerd. Wij zijn een serieuze partij en als een akkoord goed is, dan steunen we het. Wij willen niet gokken met de toekomst van onze kinderen. Wij zijn geen club van boze oude mannen die alleen maar aan zichzelf denken. En daarom hebben wij de eisen gesteld die we hebben gesteld. En daarom steunen wij dit akkoord. Voor onszelf en toch vooral voor al onze kinderen. Komende dinsdag is het Prinsjesdag, de dag waarop de troonrede wordt uitgesproken. De plannen van het kabinet kennen we al een tijdje, al sinds afgelopen donderdag om 16:00. Koers vast in onzekere tijden, zo luidt de aanhef van de miljoenennota. Onzekere tijden zijn het absoluut, maar koers vast? Het kabinet is maar op twee dingen koers vast. 1. Ze verdelen de rekening van de crisis oneerlijk. Daar zijn ze mee begonnen. Dat houden ze nog wel even vol, als we hun moeten geloven. En 2, ze schreeuwen van de daken dat mensen die het niet op eigen kracht redden, toch maar zelf boven moeten zien te blijven. Koersvast is het zeker. Maar ik vind het een ramkoers op de solidariteit die we met elkaar in dit land hebben opgebouwd. Er is 1 man, partijgenoten, die potpourri van oneerlijke maatregelen van het kabinet gewoon blijft verdedigen. En dat is Geert Wilders. Geert leest natuurlijk ook die miljoenennota. Hij zal vast wel vooraf ook geconsulteerd zijn. En hij zal hem ook wel weer van commentaar voorzien zoals hij de afgelopen dagen heeft gedaan. Zijn inbreng laat zich heel gemakkelijk uittekenen. Eigenlijk hoeft hij het zelf niet te zeggen, want wij weten wel wat hij gaat becommentariëren.
minder immigratie, bla bla bla, heel veel veiligheid, bla bla bla, linkse kerk en heel veel linkse hobby's enzovoorts enzoverde. Allemaal de schuld van de Partij van de Arbeid, Henk en Ingrid, et cetera, de dupe, het bekende verhaal, u kent het. In ruil voor een halfzachte integratie- en immigratieparagraaf, waar minister Leers zelf niet eens in lijkt te geloven, heeft Geert de ziel van zijn kiezers aan de hoogste bieders verkocht. Aan Mark Rutte en aan Maxime Verhagen. Zomaar. Zonder één centje pijn. Want hij voelt die pijn niet. Die pijn die zit bij zijn kiezers. En ik heb die pijn eens op een rijtje gezet. De pijn van een gezin zoals er heel veel zijn in Nederland. We wonen in een huurhuis, een paar opgroeiende kinderen, een normaal salaris, een fulltime baan in de bouw en een parttime baan op kantoor. Waar zit die pijn? De huur van hun huis gaat omhoog. De zorgpremies en hun eigen risico stijgt. De kinderopvang wordt veel en veel duurder. De buitenschoolse opvang wordt gewoonweg onbetaalbaar. De kaartjes voor de toppers stijgen fix in prijs. De wijk waar ze wonen wordt er helemaal niet veiliger op. Er gaat geen cent extra naar het onderwijs dat hun kinderen verdienen. En het persoonsgebonden budget wordt gewoon de nek omgedraaid. Terwijl er niks noemenswaardigs wordt gevraagd van de hoogste inkomens. Beste Geert, in ruil voor een plek aan die tafel laat je je kiezers in de kou staan. Je pleegt gewoon verraad. Beste mensen, de Partij van de Arbeid laat zien dat het anders kan. Dat de lasten wel eerlijk verdeeld kunnen worden en dat samen beter werkt dan ieder voor zich. Dat er een alternatief is voor de plannen van dit kabinet, de asociale plannen van dit kabinet. We laten dat zien in Den Haag op het Binnenhof, maar u allemaal ook in Leeuwarden, in Rotterdam, in Tilburg, in Doetinchem, in Maastricht, in heel Nederland. Vandaag zijn wij in al die steden en op die talloze andere plekken de straat opgegaan, van deur tot deur, om te laten zien, samen werkt beter. En zo is het. Dank u wel.